Goed. Staan we dan? Ja, zeker. VVSB. Ja, mooi hè? Ja, zeker. Ja, prachtig. Vindt u zelf? Ik ruik het gras, dus ja, goed, dat vind ik altijd heel belangrijk. Mooi. Ja. Ooit dacht u te trainen? Ja, toevallig had ik dat tegen de toenmalige teammanager, ook Robert, had ik dat verteld. Dat ik zei, als ik in de buurt zou wonen, dat ik wel graag trainer van VVSB zou willen zijn. Ja. Nu 8 jaar verder en met de landelijke uitstraling van de Tweede Divisie. Stap ik in de auto en kom ik deze kant op. Ja, geweldig. Hij noemt man en paard. We kunnen er niet meer omheen draaien. Het is geen 1 voor 12 meer, het is half 1. Ja, dan is duidelijkheid iets wat je bovenaan moet staan op het lijstje. Ja, je weet het wat je op tv hebt gezien. Hè? Dat is de eerste indruk die je komt. Maar nou, ik had al aardig, ik ken hem al wat jaren. En hij was trainer, heeft natuurlijk gewoon heel wat neergezet qua bij clubs en qua prijzen gepakt. Dus het is gewoon een goede trainer en zoveel als hem zijn er niet. Kijk, die man heeft natuurlijk zwaar onder stress gestaan bij Achilles. En die heeft een jaar lang een microfoon op zijn borst gehad. En als die bij jou om je nek heen hangt, dan zeg ik wel eens iets raars. En als dat eruit wordt geknipt, dan word je zo bestempeld. Dus daar kijken wij gewoon doorheen. En die man die heeft al 30 jaar ervaring en fantastische resultaten behaald. Nou, en ik hoop dat hij dat dit jaar bij ons ook gaat doen natuurlijk. Ja. Ik kan er wel even kort op reageren, want daar heb ik geen moeite mee. Kijk, ik train 29 jaar en ik heb 1,5 jaar lang een microfoon op mijn borst gehad. In mijn laatste periode bij Achilles 29 in de Jupiler League. En uiteindelijk is daar een documentaire over gemaakt. En dat gedeelte zit ook in mijn rugzak. Nou, bepaalde gedeeltes ben ik niet trots op wat daar gebeurd is. Aan de andere kant, mensen die met topsport omgaan, die weten wat er speelt in de kleedkamer. En ik heb het een plek gegeven en die rugzak is nu nog verder gevuld als dat die al gevuld was. Hè? En ik ga nu proberen met VVSB weer wedstrijden te winnen. Ja, daarom hebben we voor hem gekozen. Eerste indruk van de spelers? Ja, positief. Wat ik zeg, duidelijkheid. Ja. Dan weten de jongens waar ze aan toe zijn. Ze weten ook dat ze weer op 0 beginnen. Ja. Dat er een dikke streep onder gaat van de afgelopen weken. En dat ze allemaal weer op 0 staan inderdaad. En dat ze allemaal weer een kans krijgen. Ja, nieuwe trainer zal even wennen natuurlijk. Maar de eerste indrukken zijn goed. Het team pakt het goed op, wordt scherp getraind. Dus tot nu toe ziet het er goed uit. Goede wedstrijd gespeeld tegen Noordwijk. Dus nu vertalen naar zaterdag. Ja goed, kijk, de lat ligt hoog. Hè? Kijk, de Tweede Divisie is geen Mickey Mouse competitie meer. Het is gewoon een hele serieuze competitie met een landelijke uitstraling. Daar wordt wat van je verwacht. En dan is voetbaltrainer zijn een vak. En dat is voetbal op dit niveau ook een vak. En dat betekent dat wij daar professioneel mee omgaan en proberen het onderste uit de kant te halen. En of ik nou bij een makkelijke of moeilijke vereniging zit, ik zal moeten gaan winnen.